Ja, kan jij het niet zo goed? Ik moet 4 minuten. Nick is ook op 8 minuten. Oh ja! Lotte leest geen captions. Jawel! Hey, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag ben ik samen met Bonnie en met Lotte. Superleuk. En inmiddels zijn Lotte en Bonnie natuurlijk goede vriendinnetjes van mij geworden. Maar in deze video gaan we even testen wie mij nou eigenlijk beter kent. Wow, dit wordt zo het erg. Het is zo erg als je de verliezer bent. Ja, ik denk echt dat ik dat ben. Ja, maar ik ben heel slecht in feitjes onthouden. Dus ik... Ja, ik ook wel. Want ik denk dat ik Saar heel goed ken, maar niet van die suffe feitjes, weet je wel. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Ik heb wel vertrouwen in jullie. Heb ik deze zelf gepakt? Nee, ik had deze voor je gepakt. Oké. Ze is niet blij met de kleur hoor. Je mag wel ruiken, want het is zo'n klein kruisje. Nee hoor, deze is prima, maar ik kan me dat moment helemaal niet herinneren. Nou ja, oké. Oké, maakt niet uit. Zullen we maar beginnen? Ja. Oké. De eerste is, op welke dag ben ik geboren? En dan bedoel ik niet de dag van de week, maar de datum en het jaartal. Dit is wel heel erg. Ik weet wel het jaartal. Dat is ook wel goed. Ik bedoel, oh, dit is heel erg. Ik begin nu helemaal te twijfelen aan de maand. Oh, wacht, ik weet het niet. Oh, weer maar gewoon. Ik moet even rekenen, sorry voor het jaartal. Dit krijg je straks niet lekker. Ja, ik hoor het. Moet je een ander? Nee. Ik bijt er wel doorheen. Ik denk we beginnen met de basics, maar het zal oh, het schaamt me echt dat ik dit niet weet. Nee, het geeft echt niet. Ik weet het misschien van jullie ook niet. Oh, wat erg. Oké, omdraaien. We hebben 26 augustus 1990 en 28 augustus 1990. En Bonnie heeft het goed. Oh nee! Ik schaam me echt. Zal ik je een halve punt geven voor de maand? Nee. Wow. Nee. We beginnen wel even streng. Okay. Beter. Nou, nu even eentje die iets minder feitje is. Dus okay. Dat is misschien fijner. Als ik maar 3 make-up producten altijd mocht dragen. Welke 3 zouden dat dan zijn? En dan bedoel ik qua soort product. Dus niet echt een specifieke merk of naam. Of, maar gewoon welke stap in mijn make-up zou ik dan doen. Mag ik even naar je kijken? 3. Oeh, lastig. Oh, heel lastig. Rot krijgen. Die frustratie tijdens het schrijven. Geen ander lot. Nee. Ik ben ook te eigenwijs om er een ander te pakken. Ik hoor ook dat jij zo heel soepel aan elkaar schrijft. Ja, ik heb een bordschrijver gehad op de baan. Ik ook. Oh ja, dat is waar. Oh, ik vergeet jou een complimentje te geven. Voor mijn gevoel is deze minder moeilijk, maar ja, ik weet het natuurlijk niet. Ik denk ook echt alles fout heb. Nee joh, dat denk ik niet. Dat denk ik okay, ook niet. Draai maar om. 2. Oké. Okay. Oeh, we hebben bijna hetzelfde. We hebben allebei concealer. En allebei wenkbrauw. En allebei wenkbrauw. Ja, ik twijfel tussen poeder of bijvoorbeeld. En jij hebt lipstick en jij hebt mascara. Ja, Lot heeft hem helemaal goed. Yes! Oeh. 3 punten in 1 keer score. Maar jij hebt er 2 goed. Dus oh, gelukkig. Ik vond het wel lastig, want ik twijfelde het ook over foundation. Ja. En ja, toch ook over mascara. Nou, ik zou lipstick ook wel echt missen dan. Dus het is wel een goede gok, moet ik zeggen. Ja. Ik ben echt heel benieuwd of jullie dit weten. Ik heb het misschien 1 random keer gezegd en vast een keer in een video. Het kan ook zijn dat het op mijn vraagstellenfeest voorbij is gekomen. Oké. Hoeveel zwemdiploma's heb ik? Ik twijfel tussen 2 getallen. Wat was dat voor getal? Ja, ik moet ook helemaal niet analyseren. 1, 2, nee, wacht, ik heb nog niks. Ik zit nog aan te denken. Oké. 1, 2. Ah! Oh, ja. Ik twijfel tussen 9 en 11. Dus wel dat er dat weet ik nog van je vrijgezellenfeest inderdaad. Oh, wel jammer. Ik heb maar 11 gedaan. Ja, nu geef ik jullie gewoon voor de vorm allebei een punt. Want dan maakt het niet meer echt heel veel uit. Nou, hoe meer punten, hoe beter. Hè? Want ik had toch net 1 punt. We hebben allebei maar 1 punt. Ja, en zij ook. Bij de eerste bij 28 augustus. Ja, kan jij niet zo goed. Ik moet 4 punten. Wanneer ben ik begonnen met uploaden op YouTube? In welk jaar? Oh mijn god. Ik ga eerst even nadenken wanneer welk jaar mijn eerste video online. Ik wilde 19 opslaan, maar dat zou wel heel bizar zijn. Toen bestond het nog niet, geloof ik. Nee. Ik weet dit echt niet. 3, 2, 1. Oh. Het was 2012. Yes!
Ik zat te twijfelen, want ik dacht dat jij je kanaal in 2010 hebt aangemaakt. Oh, maar dat je eerste video misschien in 2011 online kwam. Maar dan zat ik net een jaartje ernaast. Mm. Ja, ik had wel een kanaal om te kijken inderdaad. Dus dat ja, 2010, dat is toch echt meer... Ja, dan zit je al 9 jaar op YouTube. Ja, maar ik zit ook al 8 jaar op YouTube. Daarom dacht ik dat jij... Maar jij wordt langer dan het jaar. Nee, ik dacht dat Saar langer op YouTube. In september 2012 ben ik begonnen met uploaden. Als het goed is. Ik zal het nog even checken. Straks klopt het niet. Straks had ik gewoon een punt nu. Wat is de betekenis van mijn tatoeage? Mag een beetje globaal. En als je een bonuspunt wil, dan moet je ook nog zeggen op welke arm een tatoeage zit. Oké. Maar is er echt een betekenis? Ja, er is een betekenis. Ik weet zeg maar... Ja, ik weet wel ongeveer de betekenis, maar niet specifiek. Maar mag je niet een sleutelwoord? Ja, tuurlijk. Je hoeft geen betoog op te schrijven met het krijtje, dat scheelt. Ik probeer een foto voor me te zien. En dan... Maar wij zien hem ook echt nooit. Nee, dat is zo erg. Ja, maar zelfs dan valt het hem ook niet op of zo. Hij is niet er zelf in over nadenken. Ja. Nee, dus het slaat echt nergens op, maar ik vind het gewoon leuk om jullie een beetje te pesten. Sorry. Oh, wat erg. Je ziet dat ik zal even de video linken met de betekenis over mijn tatoeage. Die ga ik even kijken. Volgens mij heb ik die ook gezien. Het is ook alweer lang geleden, dus. Okay. Ja? 3, 2, 1. Oh mijn god! Ja, ik weet dat het met je oma te maken heeft. Oh, dat weet ik zeker. Dat is goed. Oh, gelukkig. Maar ik weet zeker dat jij weer goed gegokt hebt. Ja, sorry. Ja, ik wist het gewoon. Ik ben gewoon een beetje zielig omdat het een random gok was. Dat wist ik hoor. Ja, echt niet. Maar mogen we hem even zien? Ja, oh, je wil even checken of ik wel de waarheid zeg. Nee, gewoon, ik wil nu even goed kijken. Straks in mezelf maar lukt het. Ik hoop het niet. Ja, nee, hij zit echt links. Oh ja. Hij zit echt links. Ik was bang dat we moesten natekenen en ik wist niet meer hoe mijn zin. Dat had ik gewonnen, want dat weet ik wel. Weten jullie hoe mijn twee katten heten die ik had toen ik nog thuis woonde bij mijn ouders? Eentje weet ik er. Nou, dat vind ik al heel knap. Echt? Oh. Nee, ik bedoel zeg maar echt de twee, dus niet die die nog deze. Ze zijn altijd dood. Hoe heet die van nu dan ook weer? Fien. Fien. Oh, ja, dat wist ik ja. Malen. Shit. Nou, maar mag ik een vraag stellen? Is het soort van echt twee namen die bij elkaar horen? Nee. Dus niet Tom en Jerry of zo? Maar nee, ja, maar het als hint wel is een keer gezegd. Vast wel. Anders raden we toch iets? Als hint is een van de namen, is best wel als je gaat gokken voor een kattennaam, dan gok je waarschijnlijk die wel. Misschien is dat dan een hint. Wauw. Ja, gewoon twee van dat soort standaard kattennaam. Oh, dit is toch gewoon één grote wie kan er het beste gokken video? Ja, Bonnie sowieso. Bonnie heeft al bijna gewonnen. Ik vind die spanning van dat krijtje echt heftig. Ja, ik ook. Vooral als Bonnie schrijft. Ik weet er denk ik één, maar ik twijfel nu meteen weer. Nee, maar ik zei... Ja, je hebt twee namen. Ik weet niks. Heb jij twee opgezet? Ja, maar het zijn echt gokjes. Oh, Minoes. Nee, Doris. Minoes is goed. Oh, ja, ja, dat is gewoon met de binnen. Toen dacht ik vol. Oh, ja, shit. Ja, ik heb Tijger en Lola. Maar het tweede was Luna. Dat is nog wel een beetje. Maar het is niet goed. Nee. Okay. Oh, Minoes. Dat wist ik. Ja. Ja, shit. Er staat nog maar één puntje achter. Doris ook. Nou, wel een leuke naam. Ja, dus dan krijgen we nu nog twee vragen, toch? Ja, klopt. Oh, dus ik kan nog winnen. Ik kan nog winnen, absoluut. Nog twee te gaan. Dit wordt weer wel een feitelijke vraag. Ja. Maar ik heb vertrouwen in jullie. Ja. Op welke datum en het jaartal? Oh, ik weet wat er kreeg. Kregen Marco en ik een relatie? Oh, oké. Wat betekent dat, die oké? Het is bijna een wedstrijd wie kon er het snelste antwoord op zijn. Ja, ik twijfel wel over de dag. Ja, ik ook. Wat mag ik even nadenken? Wacht even. Ik weet dat zij gewoon nu een feestje in gedachten heeft waar ze de datum nog van weet en dan doorrekent. Dus misschien heb jij ook zoiets. Ja. Wat maar ik kan echt niet zo ver doorrekenen. Nee. Ik vind dat ook niet heerlijk als je dat doet. Ze gaat dat wel doen, hè? Wacht even, ik ben bijna klaar. 1, 2. Ik heb daaronder nog wat opgeschreven, maar mijn eerste antwoord was 10 oktober 2008. Oh ja, ik had 5 oktober. Ik dacht 5 of 7.
ik weet wel de... Nou ja, vertel het maar gewoon. Ja, ik vind het... Het is 5 oktober, maar ik vind het niet zielig voor Lotte. Ja, maar ik zei al van tevoren, ik ben echt zo slecht in feitjes onthouden. Ja, dit is ook echt een super fout. Je staat er niet heel ver achter. Maar ik bedoel, het leuke aan... Ik vind deze vraag wel leuk, want het had kunnen zijn dat een van ons was vergeten dat het natuurlijk ook die trouwdag was. Ja, dat wist ik dan weer wel. Ja, daarom. Ja, maar ik wist gewoon niet meer hoe dat... Het is niet dat je gewoon random iets had gedaan. Nee, het zou wel heel erg zijn als ik ergens in maart of zo had gezegd. Ja, maar had gekund. Want ik dacht, oh ja, dat is natuurlijk op hun bruiloft. En het was heel warm dus. Want op hun bruiloft waren ze precies 10 jaar samen. Ja, precies. En dat is dus, want mijn kijkers denken waarschijnlijk wel, ik vind het überhaupt knap dat je dit doet. Ja, het jaar van de maand. Ja, maar ik wist dus dat het op een vrijdag was. En toen ging ik zo denken. Ja. Op een vrijdagavond. Ja. Echt? Ja. Ik dacht door de Oh jammer, daar komt geen vraag van. En dat zeg ik, ik ben echt zo. Dus toen ging ik zo nadenken. Dacht ik, volgens mij was Halloween op een dinsdag. Oh. Want toen wilde ik achterhalen of het dan echt vrijdag 5 was. Ik zat te denken aan Vlogmas begonnen op een zaterdag. Ja, maar moet je helemaal tot december. Ja, daarom dacht ik ook, hoezo kan je dit zo snel? Oh, wat leuk dit. Goed van jou, Bon. Je hebt echt een goed geheugen. Bedankt. Oké, de laatste. Ja? Voor de... Bonus voor Bon. Nee, maar jij krijgt sowieso nog de eer als je een punt haalt. Ik vind dat jullie het allebei niet slecht doen. Nee, vind ik ook niet. Zeker niet. Vind ik ook niet. Oké, dat is... Naar welke stad gaat mijn volgende tripje of reisje? Dat is ook weer echt iets wat ik gewoon moet weten. Ja, je hebt gisteren mijn Instagram foto geliked waar ik in heb getypt. Ik ook. God. Tip. Ik dacht... Ik haat dit. Oh, sorry. Lotte leest geen captions. Ja, is gewoon waardeloos. Nee, dit is sowieso fout. Oh, wel met goede letter. Ja, een paar goede letters erin. Zeker. Ja. Met je moeder en je zusje. Ja, dat heb ik wel gelezen. Maar het woordje Praag is gewoon. Nou, maar ik snap het ook wel weer. Want ik ben bijvoorbeeld best wel kort geleden nog in Praag geweest. Dus ik dacht, hou je het. Oh, Praag. Ja, oh, ja, dat is het is ook oké hoor. Ik heb gewoon een slecht geheugen. Maar je bent wel een goede vriendin. Ja. Ja, precies. Ja, maar jij ook. Dank je. Het is niet dat jij nu alles op de gok hebt gewonnen. Nee. Oh, wel lief dat jullie zo sportief bij elkaar zijn. Ja. Ja. Maar goed, van deze test is Bon toch de winnaar. Yay! Zij van deze vraag even op dit moment het beste. Ja, maar Bon is de BFF. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon één grote grap. Maar ik hoop wel dat jullie het in ieder geval vermakelijk vonden om te zien hoe hard ze hun hersenen hebben gekraakt om deze antwoorden te creëren. Het was spannend. Ja, waarschijnlijk. Zeker. Als je ons deze vragen volgend jaar nog een keer stelt. Ben ik weer net. Ja, en Bon leeft dan nog steeds. Ja, dan weet ik 11 jaar in plaats van 9. Ja, niet opgeslagen. Zo grappig. Nou, in ieder geval hebben we ook nog hele leuke video's opgenomen op de kanalen van Bon en Lot. Namelijk bij Bonnie. Dat soort video's. Ja, we hebben Most Likely Too gedaan, maar dan een beetje Dirty Edition. Ja, met een paar spannende dingen en dan zeggen we bij wie het best past. Mm-hmm. En bij Lot? Bij mij hebben we een lunch mukbang gedaan. En die is ook heel erg gezellig. Ja, ja, echt heel leuk. Dus ga die zeker ook even kijken. Ik link ze hieronder. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het meedoen aan deze enge proef. Vond het leuk. Vond het ook leuk. En als jullie de video leuk vinden, doe even een duimpje omhoog. En ja, graag tot de volgende video. Doei!